vanuit 50PLUS gaan we ons inzetten voor een aantal onderwerpen. Bijvoorbeeld koopkracht en inkomen, wonen, veiligheid en welzijn en welbevinden. Dat vinden we heel belangrijk. En eigenlijk is het zo dat als je geboren wordt, vanaf die dag word je ouder. En Nederland is helemaal nog niet klaar voor de ouder wordende samenleving. Er moet nog heel erg veel gebeuren. Als je bijvoorbeeld kijkt naar ouderenhuisvesting, zijn veel te weinig woningen voor ouderen. Daar moeten we ons voor inzetten. We moeten zorgen dat het pensioen stabiel blijft. Niet alleen voor de huidige gepensioneerden, maar ook voor de toekomstige generaties. Dus er valt heel erg veel te doen. Daar hebben we ontzettend veel zin in. En dat doen we ook samen met de mensen in het land. Den Helder is ontzettend leuk. We zijn de hele dag op pad geweest. We zijn naar de marine geweest. Wat voor mij ontzettend leuk was, omdat mijn broer daar heeft gezeten. En ik hem altijd ging wegbrengen op reis en weer kwam ophalen. We hebben een hele lekkere blauwe hap gehad. Die is natuurlijk bekend van de marine. Dus dat was ontzettend lekker. En we zijn op bezoek geweest bij een hele mooie woonzorglocatie, waar ze hebben laten zien dat er heel veel liefdevolle en goede zorg geleverd wordt in een hele mooie sociale omgeving hier in Den Helder. Een mooi voorbeeld voor hoe het in de rest van Nederland ook zou moeten. En daarna hebben we nog wat persoptredens gedaan. Dus het was een hele vruchtbare dag. En het leukste was eigenlijk denk ik ook wel het gesprek op het gemeentehuis met Senioren Actief, waarin we in ieder geval ook met elkaar uitgewisseld hebben wat we gemeen hebben en hoe we in de toekomst kunnen samenwerken. We hebben kennis gemaakt vandaag. Dat was een mooie kennismaking. We hebben met elkaar ook gezien dat we heel veel overeenstemming hebben over wat er moet gebeuren. Dus nou, die samenwerking die gaan we vanaf nu zeker op gang brengen. Wij hebben een super goede dag gehad vandaag. Ik was erg blij dat de delegatie van 50PLUS hier was. En ik hoop dat we in de toekomst gewoon goed met elkaar kunnen samenwerken. Want als lokale partij heb je een lijntje nodig in Den Haag. En Den Haag heeft een lijntje nodig met lokaal. Dus het was een superdag. En zeker hier het Houwinghuis, dat was echt geweldig. Kleinschalige opvang waar wij ook in ons verkiezingsprogramma voor pleiten.